Jayen, vandaag de grote dag, het moet beginnen. Goed hersteld van de wedstrijd van Mexico. Ja, zeker. En we zeggen altijd, we drie landen gaan over naar de volgende ronde. Hoe zie jij de kansen voor Suriname vanavond tegen Haiti? Ik denk dat de kans wel gewoon groot is. En ik denk dat ze ook veel hebben geleerd van de vorige wedstrijd. Dus ik denk dat we al die verbeteringen moeten toepassen in deze wedstrijd om deze wedstrijd te winnen. Je bent razendsnel op de vleugels. Ga je het Haiti vandaag moeilijk maken met je individuele acties? Ja, ik ga het zeker moeilijk maken. Tegen Mexico had ik ook al een paar acties. Ik denk tegen Haiti moet ik gewoon hetzelfde doen. Ook gewoon meer rendement eruit halen bij de, en goals maken. Dus ik denk dat ik dat zeker ga doen. Hoe mooi zal het zijn als je vandaag ook nog kan scoren en Suriname wint? Is zeker mooi. Is ook altijd mooi om je team te helpen. Dus ik denk dat het wel echt leuk is om te scoren en goed is. Die sfeer zit er goed in? Ja, zeker. Oké, succes vanavond. Dank u wel.